Dat hangt er volledig vanaf hoe goed je zorg draagt voor je batterij. Idealiter hou je die geladen tussen 20 en 80 procent van haar capaciteit. En als je dan ook laat, dan doe je dat liefst op wisselstroom. Dat betekent dus een stopcontact, of de wallbox of de openbare laadpaal bij jou in de straat. En als je dan aan die wisselstroom laat, ook liefst aan een zo laag mogelijk vermogen. Veel snelladen, altijd laden tot 100 procent of net je batterij zo leeg mogelijk rijden. Ja, dat weegt op de levensduur van je batterij. En die levensduur, dat vertalen we eigenlijk als de state of health van je batterij. Gemiddeld wordt aangenomen dat die jaarlijks een dikke 2% zeg maar, afneemt. Waardoor dat je na 10 jaar eigenlijk nog over 80% van de oorspronkelijke capaciteit zou moeten beschikken. Nu, sowieso krijg je van de meeste constructeurs 8 jaar garantie of 160.000 kilometer op de batterij. Dus die eerste 8 jaar ben je volledig safe. Nu... Stel dat je op een gegeven moment toch aan een niveau zit van de batterij dat het te weinig is om nog te kunnen dienen voor aandrijving, ja, dan is die batterij nog niet aan het eind van zijn verhaal. Er wacht hem nog een tweede leven in de vorm van, ik zeg maar, iets een thuisbatterij of als een onderdeel van een powerwall voor een gebouw. En als het daar ten einde loopt, dan is het nog niet helemaal gedaan, want hoewel het vandaag nog niet kan op echt hele grote industriële schaal, zit het er wel aan te komen dat we de hele dure grondstoffen, zijn de kobalt, nikkel, lithium, gaan kunnen recycleren en gaan hergebruiken. Wat niet alleen positief is voor het milieu, maar ook voor je portemonnee. Want dat zou betekenen dat bij de aankoop van je volgende batterijauto, die een stuk goedkoper gaat zijn.